Fietsbrug, het belangrijkste. De Koninginnenbrug, de Fietsbrug, de Winkelsbrug, de Spoorweghavenbrug, de Hefbrug en de Middenhavenbrug. Hierachter zie je allemaal camera's van de verschillende bruggen. Daar kunnen mensen die werken kunnen dan zien of het allemaal goed gaat en of de schepen er onderdoor kunnen. Ik weet niet waar alle knoppen voor zijn, dat ga ik er wel niet uitleggen. Maar in ieder geval, dat is wel interessant om te zien. Dit is heel komisch, omdat de baby toch meer abstractere vormen heeft dan de moeder zelf. Ja. Maar daarom vinden sommige mensen het heel leuk, maar mensen vinden het helemaal niet leuk. En die vinden het maar eng, wat is dat nou weer voor iets? Ik ben overleden in 1970 in Leiden. Veel kunstliefhebbers die kennen hem van de kust, dat een beeld heeft gemaakt. Als jullie op 12:30 weer allemaal hier terug willen zijn, dan lopen we met z'n allen naar de kunsthal. Ik ga niet langs het water. Ja, ja. Wij doen het zo. Thank you.
Deze wedstrijd werd gespeeld op 26 augustus 1970 in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires. De tegenstander was Estudiantes de La Plata. En deze wedstrijd werd gelijkspel 2-2, dus die moest opnieuw gespeeld worden. Omdat het zo gevaarlijk en wat moeilijk is om aan de bouw van de Space Tower. Dat ligt dus helemaal daarboven. De Space Tower bevat een anti-trillingstank die... Nou, ik moet zeggen dat ik dacht lekker. Die trillingen van de Space Tower opvangt zodat er niks met de Space Tower kan gebeuren. De tank kan 40.000 liter vloeistof bevatten, maar tot nu toe vonden de ingenieurs het niet nodig om die tank te vullen. De Space Tower is op 30 mei 1970 opengesteld voor het publiek. Waarom is de Euromas nou eigenlijk op deze plek gekomen? Dat heeft twee redenen gehad. De eerste reden was omdat het toen de tijd in verbinding lag met de Floriade. Dat was de internationale tuinbouwtentoonstelling, wat Alessandra net ook al vertelde. Dat was in het jaar 1960.